graffiti van Polestar. Vandaag gaan we richting de markt voor de vredesfeesten. Ja, de ballon zelf, die zien we natuurlijk niet opstijgen op de markt. Dat heb je gisteren kunnen zien in de video. We hebben bezoek vandaag. Kijk, we hebben bezoek. Stel u eens even voor. Ik ben Annie de Vreemaker. Ik woon in Broegem en ik kom nu bij Sil voor naar de vredesfeesten te gaan. Dat allemaal. In de volksmond noemt ze gewoon oma. Ja. Dat was kort. Dus wij staan hier zo. We hebben net naar op jullie gekeken. Het was super leuk eigenlijk. We konden natuurlijk niet filmen als we toch weten waren. Want ja, de muziek zelf is, kan iedereen. Hoe voel je ervan van optreden? Heel goed. Dat was heel tof. We gaan proberen om door te geraken. Het is kei druk, maar we gaan proberen door te geraken. Zo, we lopen nu hier. Ik heb nog mijn moderator gezien, Petra. Het was echt wel heel leuk om ze te kunnen ontmoeten. Dus het was echt een heel leuke ontmoeting. Het was wel een vriendelijke, hè? Ja, dat hoort. Alleen mijn moderator zijn allemaal vriendelijk, hè? Dus, en nu lopen we richting de markt, want er heeft er eentje honger. Ja, ik heb al van deze morgen 10 uur niet meer gegeten. Het is 5 uur. Het was een heel leuk optreden. We hebben er echt wel van genoten. Ik zeg het, we kunnen er niet zoveel beelden van maken. Omdat het altijd met de rechten te maken heeft van de muziek. Maar we hebben echt wel... we zagen eigenlijk niet zo heel veel. Maar op het einde ging ik dan toch maar even op een stoel staan. Ja. En toen hebben we toch komen als dia's gaan maken. Dus... daarom, het was echt leuk. Het was echt gezellig. Ik heb een papier niet gehad. Hier staat ook nog van alles. We zijn nog niet herkend geweest. Hebben de mensen dat vragen? Nog niet. We mogen hier op het busstrook wandelen, want jij rijdt nu toch geen bussen en ook geen auto's. Dus... volgend jaar hoop ik dat ik haar kan laten zien hoe dat de vriendsfeesten in elkaar met de ballons en zo. Ja, dat is wat ik dus zei, maar daar kun je dus echt dingen eten van andere landen. Die je daar ziet. Dus van bijvoorbeeld van mensen van Turkije, ja. Mensen uit Brazilië, zo'n ding allemaal. Dat is een wereldmarkt. Ja. Eigenlijk. Dat is ook wel lekker en leuk. Dus daar heb je geen pasje voor nodig. Dat kan je gewoon met een mondkapje. Ja. Dus. Er komen hier dingetjes in. Hierin? Ja. Waar die kleurrijke dingen staan. Oh my. Mooi hè? Ja. Ga maar. We moeten naar stier. Zo. Dat is hier. Knap, hè? Vind je het mooi? Ja. Amai. Moest weer een mondkapje op? Maar hier nee. Moet mijn mondkapje op. Nee, nog, ik zie nog niemand met een mondkapje, dus nee dan, hè. We staan even te bestellen. Serieus, dat vind ik ook wel lekker. Ik ook. Jij ook? Ja. Anders moeten we dat nemen. Ja, neem dat maar. Neem dat maar. Kan je het goed zien? Maar... kijk, ze is aan het genieten. Laat eens smaken. We zijn op zoek naar Mickey Mouse. Mickey Mouse. Ik heb hem gevonden, hij staat daarop. Dus hij heeft er nog iets van Mickey Mouse. Zeg dan even aan haar. Nee. Dat is een grapje, hè. Wij lopen nu in de Stationstraat.
kom even eens kijken wat we nog allemaal kunnen zien. Dus, En ondertussen leert zij heel veel bij over Sint-Niklaas. Ze is er al eens een keertje geweest, maar niet als het feesten zijn. Dus nu je pyjama hebt, dan moet hij hier zijn. Hè. Ik denk dat ik binnenkort een nieuwe pyjama kan kopen. Dat ja, het te groot gaat zijn. Ah ja, ja. Kijk jongens, het verhaal van de farao. Ja, Kadrieg. Hier, wat een mooi dag. Je hebt het mooi gezien, hè? Kijk, dit heeft ze gezien. Schoon, hè. En is die maat erin? Ja, ja, dat is mijn maat. Medium ah, ja, okay. Normaal zouden hier ballons de lucht in moeten zijn. Maar dat je achter ons kunt zien, zie je geen ballons. Zie niks. En als we zo draaien, er is toch niemand nu momenteel. Nee, niks. Zie je ook niks. Jawel. Ja? Ja, kijk. Ik zie niks. Daar. Waar? Daar, kijk voor u, waar de zon zit. Sorry, ik zie het. Ah ja, ja, ja. Er zijn wel ballons. Ja. Oh ja, zie die. Ze gaan de verkeerde kant op dat wij niet zien. Oh. Nu zien we er veel, hè? Nee. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 al. Dus er... Dat voor u om de eerste keer de luchtballons te zien. Mooi. Van haar kant ziet ze bijna nooit geen luchtballons. Nee, nooit niet. En nu is de eerste keer dat ze dat ziet. 2, 4, 5 zien we er al. Amai. Leuke feestdagen, duim omhoog, vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.